Natasha, tijdmeter is een slechtziende jonge vrouw. Ze is alleenstaand en ze heeft 3 minderjarige kinderen. Ze is ziek aan haar ogen en ze moet spoedig een ingreep doen. Helaas zijn de operatiemogelijkheden hier in Suriname niet naar wens van Anastasia. Dus wil zij graag naar het buitenland voor de ingreep. Wij brengen u het volgende hierover. Anastasia, kun je ons vertellen wat er precies met je aan de hand is? Ik zit slecht met mijn oog. En ik was naar de dokter gegaan, ze hebben me gezegd. De ene lens van mijn oog is gevallen, ze kunnen niks meer ermee doen. En hoe lang is dat zo? Bijna 1 jaar zo heb ik het. Kan je voorheen heel goed zien? Ja, ik met beide ogen. Maar nu kan ik met die andere ogen zie ik niet en met die andere ogen zie ik slecht. Ben je wel naar de dokter geweest om te kijken wat allemaal gedaan kan worden voor jou? Ja, ik ben naar de dokter gegaan. En wat zegt de dokter? Ze hebben me gezegd. Toen ben ik gegaan naar de zomerzij. Zo, ik ga operatie, no? Hier in Suriname? Ja, maar voor één kant, maar voor de andere kant kunnen ze niks meer doen. En ik wou naar dingen gaan om beide kanten te doen. Naar waar wil je gaan? Naar Cuba. Toen ben ik bij mijn huisdochter gegaan. Hij had me vertraagd met een papier voor mijn ogen. Hè. Toen ben ik met mijn moeder gegaan. Ben ik samen met mijn moeder gegaan. Heeft hij mijn papier gegeven, ben ik naar oogarts mee gegaan. Hebben ze me gezegd, ze kunnen me helpen, maar met één kant. Maar met die andere kant kunnen ze me niet meer helpen. Waar kunnen ze je helpen? Met deze oog. Nee, waar? In Suriname? Ja, in Suriname. En ben je toch niet ervoor gegaan? Nee. Waarom? Ik moet 8 gaan. 8 april? Ja. En je wil 8 april niet gaan? Nee. Waarom niet? Ik wil beide ogen van me direct doen. Ik heb niemand om me te helpen met mijn kinderen. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 3. En hoe oud zijn je kinderen? Eentje van 5, eentje van 3 en eentje van 1. Dat is mijn meisje. Maar bij jouw eerste kind zag je wel goed? Ja, bij mijn eerste kind zag ik wel goed. Werkte je? Nee. En wie verzorgde die kinderen toen? Mijn moeder ging me helpen. Wat wil je concreet hebben van 1 voor 12? Of wat wil je dat wij voor jou moeten betekenen? Ik wil vragen als 1 voor 12 me kan helpen dat ik weer kan zien. Heb je contact gemaakt met het Blinde Instituut? Ik weet niet wat dat is. Maar die kunnen jou ook goed begeleiden. Wat jij van ons verwacht is dat wij contact moeten opnemen voor jou. Situatie dat je voor de operatie kan gaan en je wil liefst je operatie doen in het buitenland. Hè? Ja. Oké, we gaan de situatie bekijken en we gaan contact opnemen met de mensen die allemaal belast mee zijn en die ons meer informatie daarover kunnen geven. Dat hoort u wel van ons.